Leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik het met je hebben over paardenwelzijn en hoe we dat eigenlijk uitdragen naar de rest van de wereld en hoe we dat zouden moeten doen. Dus wil jij daar meer over weten, dan zeker blijven kijken, want ik ga je er alles over vertellen. Ik probeer in het begin natuurlijk altijd een hele korte omschrijving te geven van waar deze video over gaat. Maar deze video komt niet zomaar uit de lucht vallen. En daar zal ik eerst even wat meer achtergrondinformatie over geven. Ik ben deze week naar een bijeenkomst geweest die is georganiseerd door Hips College Limburg. Mijn paarden staan natuurlijk in Limburg. Ik ben stagebedrijf. En ik ben derhalve uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn als dus stagebedrijf. Dit is georganiseerd door studenten van Juverta, volgens mij Juverta Roermond, want het was ook in de buurt van Roermond, Herkenbosch. En het was een bijeenkomst waarbij het thema was paardenwelzijn en hoe we daarmee om moeten gaan. Er waren vier sprekers uitgenodigd en voor de rest dus bedrijven uit de regio. En er waren sprekers bij, onder andere een woordvoerder van de KNS. Iemand die in de dressuurwereld rondloopt, in de Grand Prix wereld en daar ook jureert. Iemand die zelf in de sport hoog meedoet en iemand die op school les geeft en dus een nieuwe generatie opleidt. En dat waren dus de vier sprekers die eigenlijk aan tafel gezet waren. Maar het was een interactief evenement. Het was het doen dat iedereen die in de zaal aanwezig was ook mee kon praten over het onderwerp. Ik vond het op zich wel een interessante avond, ook om te horen hoe andere mensen kijken naar paardenwelzijn. En wat is paardenwelzijn? Want dat is natuurlijk eigenlijk je eerste definitie. Hoe definieer je paardenwelzijn? En dat is eigenlijk al een hele moeilijke. Vanuit de KNS wordt natuurlijk eigenlijk een beetje aangegeven van nou, een paard heeft drie dingen echt nodig. Die moet voldoende, moet ik even denken wat Suiker weer zeiden. Want ik vind natuurlijk dat ze veel meer nodig hebben, maar even wat zij eruit haalden. Voldoende vrije lichaamsbeweging, voedsel en water en sociale contacten. Dat was volgens mij eigenlijk de dingen die zij als speerpunten hadden. Van daaruit werd natuurlijk eigenlijk het gesprek gestart. Dat vertelde een van de andere sprekers. Die was op een evenement geweest. Die is lid van Partij voor de Dieren en die was naar een avond geweest van de Partij voor de Dieren. En daar was iemand die heel erg tegen paardrijden is. En die vertelde, nou ja, voordat ze eigenlijk begonnen aan die avond, vroeg ze van goh, wie is er voor paardrijden? Nou, ongeveer 10-15% van die mensen die daar aanwezig waren, die waren echt voor paardrijden. Die vonden dat mooi, die vonden dat iets bijzonders. En ze vroeg ze wie zijn er tegen paardrijden? Nou, ongeveer 10-15% van die mensen die daar waren, die waren echt tegen paardrijden. Dat is dierenmishandeling, zielig, moet je niet meer doen. En de rest van die mensen, dus ongeveer 70-80% van de mensen die daar aanwezig waren, die had er eigenlijk niet echt een mening over. Ze zei van ja, weet je, wij weten niet zoveel van paardrijden. Het zal wel. Vertel ons maar of het goed is of niet goed is. We weten het niet. Nou, dat noemen we een beetje de grijze massa, de mensen die geen mening hebben erover. En dat is natuurlijk gewoon een heel groot deel van de wereld. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die hebben helemaal niks met paarden. Die vinden paarden helemaal niet boeiend. En die vinden misschien dieren wel belangrijk, zeker bij zo'n plek als Partij van de Dieren. Daar zijn natuurlijk wel heel veel mensen die dieren aan zich belangrijk vinden. Maar die weten niet wat de ins en outs zijn van paardrijden. Nou, en daar kwam dus iemand aan het woord die heel erg tegen paardrijden is. En die vertelde hoe slecht het is om paardrijden, hoe zielig het is. Dat we dus hele scherpe bitten gebruiken, dat we allemaal dwangmiddelen gebruiken. Et cetera, et cetera. Jullie kennen al die argumenten tegen paardrijden vast ook wel. Die hoef ik jullie hier niet te gaan vertellen. Ik heb een korte broek aan, dat zie je niet, en ik heb allemaal vliegen. Dus mocht je me af en toe een beetje zien wiebelen, dan ligt dat aan de vliegen die op mijn benen landen. Dan weet je dat ook weer. Goed, iedereen had natuurlijk zoiets van, ja, maar die man die verkoopt onzin. En dat is... Maar goed, in die plek van die Partij voor de Dieren, waar dus die groep mensen samen was, dan kan je je voorstellen dat van die grijze massa, na dit relaas, ineens een heleboel meer mensen tegen paardrijden waren. En dat is logisch. De KNS woordvoerster vertelde dat zij een onderzoek hebben gedaan in 2019. En daar hebben ze gekeken naar het draagvlak voor paardrijden. Hoeveel mensen zijn daar voor paardrijden, hoeveel mensen zijn er tegen, hoeveel mensen maakt er niet zoveel uit. Nou, die percentage waren best prima. Het onderzoek wat ze nu gedaan hebben in 2022, dus 3 jaar later, daar blijken de cijfers minder goed geworden te zijn. De KNS zegt dus, daar moeten we een tegenreactie op doen. En die zijn dus begonnen met promoten van paardrijden. En dat vond ik wel heel grappig, dat was mij al opgevallen. Daar heb ik ook posts op Facebook over voorbij zien komen. En dat zei zij hier ook weer heel duidelijk. Ze zegt, de band tussen mens en paard, die is heel mooi, die is heel bijzonder. En dat proberen wij dus te laten zien. Hoe mensen die bijvoorbeeld gehandicapten of mensen met mentale problemen, hoe ontzettend die opknappen van paardrijden, hoe bijzonder dat is. Hoe mensen hun liefhebberij halen uit paardrijden.
En ik heb dat daar ook wel gezegd hoor, maar ik vind het zo bijzonder dat we dus bezig zijn met paardenwelzijn, met dat gesprek in de wereld, om eigenlijk onze hobby te kunnen blijven uitoefenen. En dat is denk ik voor eigenlijk ook de mensen die mijn video's kijken, grotendeels wel iets wat we heel graag willen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, maar daar kom ik nog later even op. Maar het gesprek vanuit KNS gaat er dus heel erg over wat wij mensen halen uit het paardrijden. Terwijl de tegenpartij uitlegt hoe zielig het is voor paarden om gereden te worden. En daar gaat het gesprek dus niet goed. We moeten dus gaan uitleggen dat ook paarden er heel veel baat bij hebben om met mensen samen te werken. Niet dat wij mensen er heel veel uithalen. Want als ik even de vergelijking heel erg lomp doortrek naar het stierenvechten. Ik bedoel, bij stierenvechten lijkt me wel heel duidelijk dat het dier er geen plezier aan heeft. En toch zijn er nog steeds heel veel mensen voor stierenvechten, omdat wij mensen er zoveel plezier uit halen, omdat het voor ons mensen zo fijn is. En dat is natuurlijk een non-argument als je dieren gewoon knijterhard aan het mishandelen bent. En ik vind het bijzonder dat de KNS dat dus niet aan lijkt te voelen. We moeten dus niet gaan uitdragen hoe fijn het voor ons is om paard te rijden. Want dat snapt iedereen heus wel. Want anders zouden wij het niet doen. Wij rijden paard omdat wij daar blij van worden. Maar het mooie is wel dat het paard er ook blij van kan worden. Alleen dan moet je dus jezelf in de spiegel gaan aankijken van goh, wordt mijn paard ook blij van het werken met mij samen? Wordt mijn paard ook blij als wij samen op pad gaan? Ik denk dat we de discussie moeten gaan verleggen van hey, hoe blij word ik hiervan? Naar hoe blij wordt mijn paard ervan? En wat is in it for the horse? Wat heeft mijn paard eraan? En het leuke is, ik had op een gegeven avond ook met iemand een gesprek nog. We hadden daarna nog een netwerkborrel en ik was met iemand in gesprek geraakt. Zij was echt al bezig, had aan de Tinley Academie gestudeerd en ze was heel veel bezig met dierenwelzijn, ook met positieve gedragstraining, was instructeur, was fokker, werkte dus ook volledig in de paarden en ook in de sport. En, nou ja, en toen zei ze over, ja, maar wij doen ook heel veel voor die paarden, want ja, we zorgen natuurlijk gewoon voor dat ze hun eten en hun drinken krijgen en dat ze vrije beweging krijgen en soortgenoten. En ik zei, het is allemaal leuk en een dik strobed en oh, het was allemaal zo, die verzorging was fantastisch. Ik zei, oké, maar wat haalt het paard uit de relatie met jou? Ja, ze is dus een bestaansrecht. Want als wij niet meer zouden paard rijden, ja, dan zou het paard uitsterven. Ik zei, ja, maar dat is natuurlijk onzin. Want stel nou dat wij daadwerkelijk onze paarden mishandelen, hè? Stel dat het echt mishandeling is. Ben je als dier dan beter af dat je wel bestaat, maar mishandeld wordt? Of kan je dan eigenlijk maar beter gewoon niet bestaan? En dus ook niet mishandeld worden? Dat is natuurlijk een hele gekke gedachtenkronkel die wij mensen dan hebben. Ja, maar ze halen hun bestaansrecht uit het feit dat wij daarmee hobbyen. Oké, dus die stieren, die halen hun bestaansrecht uit het feit dat er mensen zijn die er speren in willen steken. Ik weet niet hoor, maar zou jij dan nog een stier willen zijn? Ik niet. Ik ben er liever niet dan dat ik in dat leven wat ik heb mishandeld word. En ook die stieren, ik bedoel, dat is ook een argument van die stierenvechters, die hebben een fantastisch leven voordat ze die ring in gaan. Die mogen op prachtige weilanden staan, die worden vertroeteld en verzorgd, die krijgen het beste van het beste. Maar het einde van hun leven lopen ze wel een arena in waar ze moeten gaan vechten tegen een mens en waar ze uiteindelijk het loodje leggen. Ja, ja goed, dat is ook de bio-industrie natuurlijk. Ik bedoel, laten we niet roomser zijn dan de paus. We doen het hier in Nederland natuurlijk niet door dat dier op het einde van zijn leven met speren te doorboren. Op het einde van zijn leven wordt hij wel geëlektrocuteerd. Dat klinkt nu even heel lomp als ik het zo zeg, maar het is natuurlijk wel realiteit. En dat is dus het bestaansrecht van ons dier. Tegelijkertijd is dan het bestaansrecht wel om ons te voeden. Maar ik zou eigenlijk dat niet echt een heel krachtig argument vinden als reden waarom ik dan mijn paard dus zijn leven lang mag mishandelen, omdat hij zijn bestaansrecht ontleent aan het feit dat ik hem dus zijn leven lang wil mishandelen. Toch? Dus ik denk dat dat een non-argument is. Ik denk dat argument, hij ontleent zijn bestaansrecht aan het feit dat wij daarmee willen sporten. Nee. Maar ik denk wel dat wij onze dieren gefokt hebben voor dit doel. Al eeuwenlang, al decennia, nou ja, al miljoenen jaren. Nee, miljoenen jaren misschien niet. Maar wij werken natuurlijk al heel lang met paarden. Dat loopt natuurlijk terug tot in de oudheid.
En als ik kijk, ik heb natuurlijk ook een hond, ik heb een border collie. We zijn het er allemaal over eens dat je geen border collie moet nemen als je die hond niet genoeg uitdaging kan geven. Een border collie kan je niet 3 keer per dag een rondje mee gaan lopen en hem de rest van de dag in huis laten liggen. Daar krijg je geen gelukkige hond van. Die hond die hebben wij gefokt om mee te werken. En daar denk ik zelfs dat de border collie misschien minder oud is als ras, zeg maar, en als werkhond, dan dat onze paarden zijn als werkpaard. Dus wij fokken een dier om te bewegen. Om onder het zadel te bewegen, om voor die wagen te bewegen, om werk te doen. Om dat dier dus gelukkig en gezond te houden, denk ik dat het heel belangrijk is om hem een taak te geven in het leven. En dat hij daar dus ook wat uithaalt. Dat dat dier er beter van wordt om een taak te hebben. Sterker nog, we zien het vaak andersom. Een paard die dus opgeleid is en die ineens vanwege een blessure niks anders meer mag dan op de wei staan. Ik hoor het ook heel veel om me heen. Het zijn vaak paarden die toch niet gelukkig worden. En dat zijn paarden die echt wel wat willen doen. Nou is het wel zo dat er natuurlijk de vraag is, hoe doe je het met je paard? Als jij jouw paard op een onaardige manier opleidt, als je boos wordt als hij het niet snapt, als je met heel veel druk werkt, hem continu tot het uiterste drijft, ja, daar wordt geen één dier gelukkig van. Dan kan hij nog zo hard gemaakt zijn om te werken. Maar als ik met mijn hond met de schapen ga werken en ik ga alleen maar op hem mopperen en ik ga alleen maar bij wijze van er van alle kanten druk op uitoefenen. En dat kan met een hond veel minder makkelijk, want hij loopt op afstand van je. Maar dan nog, als je alleen maar staat schelden op je hond omdat hij het niet goed doet en eigenlijk te weinig beloont voor wat hij wel goed doet, dan kan je je voorstellen dat zo'n hond op een gegeven moment ook angstig wordt om te werken. Ook afhankelijk van je hond, hè. Ik bedoel, mijn hond is wat minder gevoelig voor een keertje een gemopper dan sommige andere border collies die ik ken. Ik ken daarbij die eigenlijk bij een harder woord al meteen over de grond kruipen. Dat ligt ook door de manier waarop ze uiteindelijk opgevoed zijn. Maar ook de gevoeligheid van het dier zelf heeft daar natuurlijk mee te maken. Dus als je er heel veel druk op legt, wordt die hond niet gelukkig van zijn werk. Wordt hij dan niet gelukkig van werken of wordt hij niet gelukkig van de omgang binnen het werk? En ik denk dat daar dus een heel stuk is voor welzijn. Buiten dus natuurlijk gewoon voldoende te eten, voldoende sociale contacten, voldoende ruimte om te bewegen in zijn leefomgeving, voldoende verrijking in zijn leefomgeving, etcetera, is ook dat wat we met ons paard doen verrijkend voor je paard. Mits je dat op een correcte en vriendelijke manier doet. En daar zou de welzijnsdiscussie over moeten gaan. Kijk, de excessen worden natuurlijk geshowd. Op het moment dat ze daar op de Olympische Spelen bij het vijfkamp zo'n paard helemaal lens slaan, omdat hij niet wil lopen. Dat wordt natuurlijk op ieder mediakanaal geshowd. En dat is logisch. Ja, het lastige van een paard is natuurlijk ook dat een paard geen dier is die uitgebreid gaat staan rondspringen en kwispelen omdat hij zo blij is. Zie je het voor je? Dat doen ze niet. Dus hoe ga je nou laten zien aan mensen dat zo'n paard met vrije wil, met plezier doet wat er van hem gevraagd wordt? Dat is ontzettend moeilijk. En ik denk dat we dat vooral ook eigenlijk gewoon moeten vertellen aan mensen om ons heen. Ik denk dat dat de sterkste manier is waarop we echt als paardenwereld samen kunnen gaan laten zien dat als je het goed doet, dat het paard ook plezier heeft aan de samenwerking met ons mensen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we allemaal in de spiegel gaan kijken van, goh, hoe gaan we met ons paard om? Ik vond het wel een leuk onderwerp om jullie over bij te praten. Ook omdat ik natuurlijk de bijeenkomst gehad heb. Ik heb daar ook echt wel mijn woordje gezegd. Want ik ben natuurlijk niet verlegen. Ik merkte zelfs dat de gespreksleider op een gegeven moment dacht, oh god, heb je die weer? Die wil ook weer wat zeggen. En dat vond ik ook wel mooi tegelijkertijd, hoor. Want er waren echt veel mensen die wel mee wilden doen in het gesprek. Er werd van alle kanten echt wel gesproken. Het was niet een thema waar iedereen dacht van, nou ja, weet je, boeiend. Maar wat ik wel merkte, was dat we heel erg vanuit de mens bleven praten. Oké, wat halen wij er dus uit? Hoe gaan we die grijze massa overtuigen van ons punt? Wat ik ook merkte, was dat we heel erg bezig waren met, ja, maar die sociale media zouden die beelden niet naar buiten moeten brengen. De media die zou niet mogen laten zien alleen maar de negatieve dingen. De media zou niet alleen maar moeten vertellen hoe slechte dingen gaan. En dat zijn excessen, dat is helemaal niet standaard. En dan denk ik van, ja, dat zijn wel excessen. Tegelijkertijd denk ik, je weet niet wat er achter gesloten deuren gebeurt op sommige stallen. En ik weet zeker dat er heel veel dingen gebeuren die het daglicht echt niet kunnen verdragen. Binnen training, want we zijn toch nog steeds heel erg opgegroeid met dat idee, het is een groot en sterk dier, dus we moeten hem wel laten zien dat we de baas zijn. En daarbij is alles geoorloofd. Maar ik denk ook niet dat we moeten willen ontkennen dat die dingen gebeuren. Ik denk dat we juist ook heel hard moeten zeggen, ja, dit gebeurt. En hier zijn wij als paardenliefhebber ook niet blij mee. Dit is niet wat de liefhebberij inhoudt. Dit is niet wat paardrijden in zou moeten houden. In plaats van te roepen van, je niet laten zien. Want dat is eigenlijk een beetje wat we nu doen. Dit mag je niet laten zien. In plaats van te zeggen, we zijn het er mee eens. Dit hoort niet. En daar zouden we naar mijn idee meer een vuist mogen maken.
En dat is eigenlijk wat ik in deze video met jullie wilde bespreken. En ik ben heel benieuwd, hoe sta jij daarin? Zou jij ook naar zo'n bijeenkomst toe gaan? Zou je dat prettig vinden om in zo'n groep mensen te zitten? Want het is natuurlijk, ja, er zit echt allerlei volk. En er zijn ook echt wel dingen langsgekomen dat ik dacht van, ja, maar sorry, maar wat jij nu aan het vertellen bent, ja, ik vind dat dus onzin. Dus ik denk dat we juist ook moeten gaan kijken hoe we ook binnen maneges en dergelijke kunnen gaan leren hoe ze correct met paarden omgaan, hoe paardentaal in elkaar steekt. Ik zie nog te veel mensen die eigenlijk niet zien of zo'n paard het wel of niet snapt, of dat een paard dingen moeilijk vindt. En dat is niet erg, maar meer kennis is dus echt wel de basis, maar vooral van hoe laat een paard dan zien hoe die blij is. Wat ik al eerder zei, een paard gaat niet rondstaan springen als een blije pup. Paarden laten veel kleinere signalen zien of ze wel of niet happy zijn. Dus die signalen leren kennen en daarmee gaan werken, dat is heel belangrijk voor paardenwelzijn. En ik realiseer me ook dat dat ergens ook heel veel gevraagd is. En misschien moeten we ook wel stoppen met de paardensport. Is dat wel beter voor paarden? Ik weet het ook niet precies. Ik denk alleen niet dat dat echt nodig is. Ik denk dat het echt mogelijk is om ook zelfs topsport te bedrijven met paarden. Op een manier die ook voor het paard fijn is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Jolande Adelaars. Ik weet niet of jullie haar kennen. Denk het wel, de meeste van mij volgens mij. Zij is natuurlijk ook een paardvriendelijke trainer. Die rijdt op hoog niveau met haar paarden. Of in ieder geval met Carletto momenteel, heeft natuurlijk met Guusje op hoog niveau gereden. Ik weet niet precies waar Baby Jai momenteel staat qua niveau. Maar in basis rijdt zij dressuur. En dressuur op, voor wedstrijden op hoog niveau. En toch is ze super paardvriendelijk bezig. Met veel aandacht voor de training. En met veel positiefheid in de training. Nou, en dan denk ik, het kan dus wel. En laten we dat, nou, dat soort mensen nou echt als voorbeeld dienen voor hoe het zou moeten zijn. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan denk ik dat we ook de publieke opinie kunnen meekrijgen in, oké, die excessen zijn niet goed, maar er zijn ook mensen die hun kinderen mishandelen. En dat hoort ook niet. Er zijn ook mensen die hun hond achterlaten in het bos. Er zijn ook mensen die hun katten, hun kittens nog steeds verzuipen. Er zijn nog zoveel mensen die ellendige dingen doen met dieren en met mensen. En dat gaan we niet voorkomen. Nou, ik denk dat het wel mogelijk is om op een paardvriendelijke manier toch te kunnen doen wat wij ook graag willen. Omdat ook het paard daar baat bij heeft. En ook het paard daar plezier aan heeft. Omdat hij daar ook gewoon voor gemaakt is. En dat hebben wij gedaan. Klopt. Maar dit is wel het huidige paard. Het huidige paard heeft behoefte aan beweging, heeft behoefte aan interactie, heeft behoefte aan die verrijking. Laten we ze die dan alsjeblieft ook op een fijne, leuke manier geven. En daar gaan we het welzijn, naar mijn idee, mee verhogen. Naast natuurlijk het welzijn van hun leefomgeving. Nou, dan eindig ik hierbij mijn spreekbeurt over paardenwelzijn. Ik ben heel benieuwd wat jij van het thema vindt, hoe jij er tegenover staat en wat jij daarvan denkt. En laat me dat vooral weten hieronder in de reacties. En ik zou het super tof vinden als we iets van een Facebook actie kunnen gaan bedenken, Facebook Instagram actie, waarin we dus gaan laten zien, eigenlijk een social media actie, TikTok is natuurlijk ook superleuk, maar dat we met z'n allen kunnen gaan laten zien dat onze paarden echt plezier beleven aan de connectie met ons. Dat ook voor het paard verrijkend is om met ons mensen bezig te zijn. En ik denk dat we dat het beste gaan doen door te laten zien hoe jouw paard reageert als hij jou ziet. Want ik denk dat daar je basis ligt. Als je gaat filmen hoe jij binnenkomt de wei op. En dan liefst wel op de wei. Hè. Kijk, op een stal is je paard ook wel blij. Alleen daar is het altijd een beetje, is je paard echt blij om jou te zien? Of is hij blij met het vooruitzicht om de stal uit te mogen? Weet je? En tuurlijk, dat is ook verrijkend natuurlijk om die stal uit te mogen. Maar ik vind het wel krachtiger als jouw paard op de wei gewoon enthousiast reageert. En enthousiast hoeft echt niet te betekenen dat hij volop naar je toe komt. Enthousiast kan ook zijn dat hij gewoon zijn hoofd omhoog doet en zijn oren naar voren steekt en een stapje in jouw richting zet. Het feit dat hij al niet voor je wegloopt, maar blijft staan en in jouw richting komt, dat is aan zich al duidelijk dat jouw paard zegt, hey, leuk dat je er bent. Mijn ouders zijn laatst bijvoorbeeld hier op de trek geweest en mijn moeder vooral was heel verrast dat mijn paarden ervoor kozen om zelf in de buurt van de tuintafel te blijven staan. Dat vader die ging eigenlijk vrij kort achter ons oprust staan, ging je lekker staan slapen. En zei, ik vind het zo bijzonder dat zo'n paard uit zichzelf ervoor kiest om bij ons in de buurt te blijven. Dat de hond dat doet, snap ik. Dat de kat dat doet, snap ik. Maar dat paarden dat ook doen, dat wist ik helemaal niet. Ik zei, tuurlijk, die stellen ons gezelschap ook op prijs. En ik denk dat we dat moeten gaan laten zien. Dus bijvoorbeeld inderdaad wat ik zei, als je de trek opkomt of de wei opkomt. Maar je kan ook laten zien dat jij gewoon met een boekje in de wei gaat zitten. Dat jouw paard naast je komt staan of misschien zelfs
met zijn neus op je schoot komt staan soezen. Of, ja, weet je, bedenk het maar. Maar dat waaraan je kan zien dat jouw paard jouw gezelschap prijs stelt. Dat waaraan je kan zien dat jouw paard uit vrije keuze voor kiest om naar jou toe te komen. Dat is wat ik super tof zou vinden als we daar social media mee zouden kunnen overtuigen. En ook de KNS. Dus iets van een tag als dat je in ieder geval hashtag KNS, hashtag campagne, zo voer je campagne, hashtag blij paard, bijvoorbeeld. Heb jij daar een beter idee over? Laat me dan hieronder weten in de reacties. En misschien dat ik dan nog even een korte video kan maken wat uiteindelijk de echte hashtags moeten worden. Wat de echte hashtags worden die we gaan gebruiken. En ik ben heel benieuwd wat jullie van dit idee ook vinden. Voor hetzelfde zeg je van, ja, sorry Daniel, leuk idee, maar ik ga er echt niet aan meedoen. Want ik heb helemaal geen zin om mijn social media vol te spammen met dat soort onzin. Vind ik wel fijn om te weten, want dan weet ik of we dit moeten doorzetten of niet. Maar ik denk dat het wel een goed idee is om enerzijds te kijken of we dus mensen kunnen laten zien dat paarden uit vrije wil bij ons blijven. En anderzijds ook de KNS kunnen uitleggen dat dit een betere manier is om campagne te voeren. En dat dit is wat mensen, als we dan die publieke opinie willen kunnen beïnvloeden, dat ik denk dat dit de manier is. Nou, zoals ik al zei, laat me weten. Want ik vind het leuk om hier echt interactie over te hebben. Ik ben heel benieuwd hoe jij hierin staat. En dan zou ik voor nu zeggen, dankjewel voor het kijken naar deze video. En tof als je hem uitgekeken hebt, want ik denk dat het stiekem een lange kletsvideo is geworden. En nou ja, volgende keer gaan we gewoon over iets anders praten. Dus tot de volgende keer. Doei!